Ik voel me helemaal on fleek, behalve dan, het lijkt op camera erger dan het is hoor. Dit is dus ongeveer de situatie van dit moment. Enigszins poolparty thema-achtig. Meeuw. Zo, toch? Zo? Je merkt al hoe betrokken ik was bij de wedstrijd. Vandaag vrijdag. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik dacht, ik vlog weer een keertje in het weekend. Want dat doe ik normaal gesproken eigenlijk niet zo vaak. Maar ik dacht, nou ja, ik heb nu een leuk weekend gepland. Elke dag een leuke activiteit. Dus ik neem jullie mee tijdens mijn weekend. Ik heb nu echt in 3 zinnen ongeveer 10 keer het woord weekend gezegd. Maar goed. Vanavond ga ik lekker uit eten met Sheila en Kimberly in Utrecht bij Vegetalian. Heel veel zin in. Ik heb me alvast een beetje klaargemaakt daarvoor. Ik heb net met mijn föhnborstel mijn haar een beetje gedaan. Want ik heb het vanochtend gewassen en dan is het normaal gesproken altijd heel pluizig. Maar die föhnborstel is echt fantastisch om de pluis een beetje tegen te gaan. Ik heb deze, ja, ik weet niet eens waar deze van is. Het is echt een hele oude top. Die heb ik ooit, ik denk, bij Vero Moda gekocht. Aan de achterkant is die dan helemaal met kant. En je ziet er dus een beetje je BH doorheen. Het lijkt op camera erger dan het is hoor, in het echt. In het echt zie je het ongeveer zoals nu, zeg maar. Dus dat valt heel erg mee. Maar ja, als ik zo bij het raam ga staan, dan maakt mijn camera ervan alsof ik half naakt loop. En deze broek, als die nog verkrijgbaar is, zal ik hem even linken. Oh ja, nog even nieuwe hondenbroeken pakken. Nee, Leo. Broekjes. Het is wel een beetje lastig weer wat kleding betreft. Want het zou vandaag 20 graden zijn. En vanmiddag, vanavond gaat dan het zonnetje ook een beetje schijnen. Maar het waait wel. En deze top is dus niet heel warm of zo. Maar ik heb ook niet echt zin om nou nog een trui mee te moeten nemen. Want ik ga op de fiets. Dat doe ik altijd als ik naar Utrecht ga. Waarom krijg ik mijn oor wel nou niet in? Echt, mijn gaten zijn soms zo raar. Deze gaat wel in. Ja, dat vind ik leuk. Ik weet alleen niet zo goed of er nou ook nog een ketting bij deze top moet. Ik kan het wel even proberen straks boven op zolder. Maar goed, ik ga denk ik gewoon... ik doe gewoon mijn leren jasje eroverheen aan. En dan zal ik het vast niet koud hebben. Op de terugweg. En anders maar wel. Ja, leuk. Deze zijn van Purely, denk ik. Kijk, ik heb even een kettingje omgedaan. Ik vind het denk ik wel leuk. Mijn haar even uitgeborsteld, leren jasje aan. Ik voel me helemaal on fleek. Behalve dan dat mijn schoenen er echt uitzien alsof ik er 3 jaar mee in het leger heb gezeten. Maar ja, they've been through a lot de afgelopen tijd. Dus ik laat het maar even gewoon zo. Was het alweer zaterdag. Ik moet over ongeveer een uurtje weg. Ik ga vandaag naar de housewarming van Bonnie en Nick. Heel erg veel zin in. Maar voor die tijd wilde ik eigenlijk nog eventjes opruimen op zolder. Want ik heb deze week dus bij mijn moeder geslapen. En ja, is het nu dus op zolder een soort van mijn werkkamer. Want ik werk natuurlijk ook nog steeds op zolder. Het is mijn spullenverzamelkamer. Het is nu ook dus mijn slaapkamer al 2 maanden ongeveer. Dus het is hier ook mijn kledingkamer inmiddels. En het is gewoon 1 grote tafeszooi. Ik durf het jullie niet eens te laten zien. Dus ik ga ook maar een deel laten zien. Nou, dit is dus ongeveer de situatie van dit moment. Ja, wat ik al zei. Ja, ik heb hier ook geen verklaring voor. Goed. En dan hier ook nog. Ja, koffertje. Omdat ik dus steeds heen en weer ga tussen mijn moeders huis en mijn huis. Oké, laten we eventjes in ieder geval de kleding opruimen. Want dat is het belangrijkste. Het is ook gewoon niet zo fris als het allemaal op de grond ligt. Plus, er komen allemaal kreukels in. En ik heb geen overzicht meer van wat ik heb. Van wat in de was is geweest. Wat in de was moet. Ja. Oh ja, en een goede truc vind ik altijd om dan dus een wekker te zetten. Want dan voel ik wat meer tijdsdruk. Ik ga binnen een kwartiertje mijn kleding opruimen.
your kisses in the morning light. Wanna be next to you every night. Though I shouldn't love you, but I might. 'Cause your lips, they taste like cherry wine. You're no good for me. We're so bittersweet, but I still want you. I do. Baby, can't you see what you do to me? Goed, ik ben nog niet klaar, maar ik heb in ieder geval alles wat in de was moet eruit gehaald. En de kleding die opgevouwen moet worden, heb ik opgevouwen en in mijn kast gedaan. Nu heb ik hier alleen nog een stapel met kleding die moet worden opgehangen. Dit dus. Maar daar heb ik nu geen tijd meer voor, want ik moet dus zo weg. En ik moet me nog omkleden. Oké, ik heb even snel een random outfit uitgekozen. Het is dus een pool party, bikini thema. Of in ieder geval badkleding. Maar ja, ik moet met de trein en ja... Ik weet niet, ik had zoiets van, ik doe dan gewoon even een normale outfit aan. En dan neem ik mijn bikini wel mee en dan trek ik daar gewoon wel mijn bikini aan. Volgens mij zijn deze beide items nog te koop. Dus ik zal ze even linken in de beschrijving. En neem ook maar mijn zonnehoedje mee. Die staat wel leuk bij de outfit, denk ik. En is ook ja, enigszins poolparty thema-achtig. Dus let's go, op naar Rotterdam. Hey Jack. Meeuw. Hallo. Baby. Nou, ik heb toch mijn topje maar even aangedaan hoor, mijn bikini topje. Staat best leuk trouwens op dit rokje. En mijn zonnehoedje op. I like. Goedemorgen, het is inmiddels weer de volgende dag. Ik ben echt zo'n slechte vlogger de laatste tijd. Jullie zeggen dat jullie het niet erg vinden, maar ik vind het zelf gewoon heel jammer. Want dan denk ik elke keer, oh ik ga wat leuks doen, ik ga allemaal leuke beelden maken. Maar dan ben ik gewoon zo in het moment dat ik daar helemaal niet aan denk. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van de sfeerbeelden en de foto's van gisteravond. Het was echt een hele leuke avond. En ik ben vanochtend weer vroeg opgestaan. Ik was best wel laat thuis. Ik moest met de laatste trein van Rotterdam naar, nou ja, zogenaamd naar Woerden. Alleen de laatste trein gaat dus niet naar Woerden, maar dan moet je dus naar Utrecht. Daar doe je dan dus 50 minuten over. En dan moet je vanuit Utrecht 40 minuten met de bus. Dus ik zou dan om 2 uur thuis zijn en dan nog fietsen naar huis. En toen dacht ik, weet je, ik pak wel gewoon een Uber. Dus toen ben ik vanaf Utrecht met een Uber naar huis gegaan. Het scheelde me een half uur. Heeft me wel een paar tientjes extra gekost, maar it's okay. Anyway, ik ben alweer helemaal aangekleed en wel. Sorry voor de puinhoop op de achtergrond. Want ik ga vandaag met Kimberly naar FC Utrecht. Heel erg veel zin in. Ik ben natuurlijk eigenlijk voor Feyenoord, maar Kimberly is echt dol op FC Utrecht. En ze vroeg of ik mee wilde en ik vind voetbalwedstrijden altijd heel erg leuk. En daar ben ik ook al heel lang niet geweest. Dus ja, ik ga mee. En ik neem jullie ook mee, hopelijk, als ik dus niet vergeet beelden te maken. Gaat hij aan? Alsjeblieft, zeg dan wat. Hoi, ik ben Mo. En dit is Soma. Ik ben Abdi. Ja, Soma Abdi. Ja. En wij hebben haar gezien. Ze is net klaar met de wedstrijd van Utrecht Sparta. En ze vond het niet leuk. Want het is van Feyenoord. Dat moet je niet zo hard zeggen. Ik zit hier in een
Dus met allemaal FC Utrecht gasten. Ja. Ja. Nee, 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 nee. Doe even normaal. Maar mag ik nu ook een shout-out? Krijg ik nu een SO op mijn Snapchat? Ja, voor je Snapchat. Gooi maar je Snapchat. Dat is dubbel I, R, of dubbel I, D, R, I, E, S, S, I. Idris. Oké. Nou, je merkt het wel. Als mensen interesse hebben, dan... Mensen gaan me niet toevoegen. Nee. Hallo. Hey, jullie zijn helemaal onscherp. Jullie zijn onscherp. Jullie zijn alleen maar bezig met jouw voetballen. We waren eerst team Maarten. Eerst team Maarten Paars, maar nu team Midden ter Apel. Iemand anders nog? Het was heel leuk bij SU Utrecht. Ze hebben 4-0 gewonnen. 4-0 gewonnen. Je merkte al hoe betrokken ik was bij de wedstrijd. Het was daar nou ook heel leuk in de bus, zoals je hebt kunnen zien. En ik ben nu nog even met Kimberly op het terras. We hebben snacks, want daar zijn we aan toe. Nog meer snacks en allemaal sausjes. Het is nu tijd om naar huis te gaan. Ja. Hoe laat is het, Kim? Ik denk 10:30. Zal ik even kijken? Ja, doe maar. 10:30. Nou, het is al 10:30. We gaan naar huis. Het is tijd. We zijn al vanaf 12:00 samen. 12:30. Ja, 12:30. Vanaf 12:30 zijn we samen. Het was een hele gezellige dag. Ja. Toch? En morgen weer? Oh ja, ik ben morgen jarig. Ja, bijna jarig. Ja, ik kan het nog niet helemaal geloven hoor. Ja, maar het is echt zo. Ik ben er echt niet aan toe om 31 te zijn. Ik voel me echt nog 23. Ja, nou ja, daar kan je niet zo van veranderen. Je kan moeilijk je geboortedatum laten veranderen. Klopt. Maar goed, weet je, morgen ben ik jarig. Dan zie ik weer vriendinnen. Ik zie jou zaterdag weer. Morgen zie ik je weer. Ja. We zijn gewoon een onafscheidelijk duo geworden. Ja, in hele korte tijd. Besties. Besties. Oh, sorry. We zouden meestal echt gezinnen kunnen zijn. Wat? Nee, zeg het. Monica zegt gewoon zit en ik. Wij zouden echt gezinnen kunnen zijn. Oh ja, inderdaad. Zussen. Goedemorgen. Het is maandagochtend. En het was nog een hele gezellige avond met Kim. Echt zo genoten van de afgelopen 3 dagen. Ik heb zoveel leuke dingen gedaan. Leuke... mensen om me heen gehad, gezelligheid, afleiding. Mijn stem is een beetje weg. Niet omdat ik zo hard FC Utrecht liedjes heb gezongen. Ik ben natuurlijk voor Feyenoord. Maar vooral omdat je wel harder tegen elkaar moet praten. En we kwamen daarna nog een paar mensen tegen in het supporters home. Waar je dan nog een drankje kan doen na afloop. En daar stond de muziek heel hard. En daar waren heel veel mensen bij elkaar. Dus dan moet je natuurlijk ook gewoon harder praten. Dus mijn stem is er een beetje mee opgehouden. Maar verder voel ik me helemaal top. Ik heb wel echt de afgelopen nachten weinig geslapen voor mijn doen. Hey Boel, kom je er gezellig bij? Wat leuk! Oh, kijk nou, kruipt helemaal tegen me aan. Ja, voor mijn doen dus wel heel weinig slaap gehad de afgelopen... Nou ja, sowieso 3 nachten, maar eigenlijk de afgelopen weken al best wel. Dus ik hoop dat ik deze week wat meer slaap kan gaan pakken. Ik ben trouwens jarig vandaag. Maar goed, dat gaan jullie in de volgende vlog allemaal zien. Want ik ga deze vlog nu beëindigen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een keer op zondag een vlog. Een soort extra vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat zeker even achter in de comments voor welke voetbalclub jij bent. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Geen ruzie maken alsjeblieft. En tot de volgende keer. Doei!